Als puber heb ik veel geworsteld met mijn mentale gezondheid. Maar er was één plek waar ik altijd terecht kon. Bij mijn opa en oma. Daarom lijkt het me een goed idee om de opa's en oma's van Nederland in te schakelen voor een portie wijze raad in roerige tijden. Ik ben Jojo Damstra Appelboom en ik ben 88 jaar. Wiege Drost, 73 jaar. Ik ben Teuny Kleijer, 83 jaar. Nou, ik ben Nel van Iersel en ik ben 84 jaar. Ik heet Jeanette Bode en ik ben 72 jaar. Er zijn tegenwoordig heel veel jongeren die te kampen hebben met onzekerheid. En hoe was dat voor u toen u 20 was? Nou, er zal ook wel een bepaalde onzekerheid ingezeten hebben. Maar niet die onzekerheid, denk ik, wat er tegenwoordig is. Er werd gezegd, je bent een lieve jongen, maar je bent een beetje dom. Mm-hmm. En daar krijg je een onzeker gevoel door. Ja, ook wel onzeker. Je gaat de maatschappij bijna in. Ik zat op de PABO. Ik moest al 2 jaar. Hoe gaat het in de stage? Lukt het je met een klas? Het zijn allemaal wel vragen die op je afkomen. Heb je dat nu nog wel eens? Nee, dat heb ik nu niet meer. Totaal niet. Echt niet. Ik bedoel, als je ouder bent, dan heb je al die dingen al meegemaakt. En dan kijk je overal anders tegenaan. En dan zijn dingen die vroeger belangrijk waren, die zijn nu niet meer belangrijk. Ik ben zelf jong. Ik zie dat mijn vrienden het moeilijk hebben. Heeft u dan advies voor mij hoe ik hun kan helpen? Help ze zoveel mogelijk als je kan. Ook met praten. En zorg dat ze altijd weer op je terug kunnen vallen. En laat ze niet alleen aan de lot over dat ze het allemaal zelf maar uit moeten zoeken. Ze moeten echt voor elkaar zijn. Ja. Wij hebben de grootste tijd van ons leven gehad. Die jongelui die staan er nog middenin. Mm-hmm. Die moeten nog presteren en die moeten nog van alles doen. Die moeten studeren, moeten er goed uitzien. Tegenwoordig heel belangrijk. Pas ik er wel in? En allerlei zulke dingen. En ik vind het doodgewoon heel jammer dat de meeste jongeren meelopers zijn en niet doen wat ze zelf willen. Wees jezelf. Heeft u dan tips voor jongeren die dan nu beginnen net met een studie? En hoe ga je dan om met die druk van, oh, ik moet het halen? Of gewoon doorgaan en elke keer weer een stapje verder. En toch proberen je doel te bereiken. Wat niet helemaal gelukt is bij mij. Maar ik was er later wel mee verzoend. Je zit in een periode van je leven dat je eigenlijk alles nog moet ontdekken. In je studie, in je omgang met vrienden, in relaties, noem maar op. Probeer jezelf te blijven. En als een dag goed gegaan is, kijk er maar om en geef jezelf een sterretje. Dus je moet op avontuur gaan om wat te weten. Anders leer je niks. Dus je zult moeten zoeken waar ligt je hart en volg dat maar. Goed doen voor jezelf. Je kunt de vaatwasser er een keer uitruimen. Maar als je het gedaan hebt, dan zeg je dat je moeder bijvoorbeeld zegt of je vader, wat leuk dat je dat gedaan. Mama, dat doe ik voor u, want ik hou van je. De liefde, die verbindt alles. Tegenwoordig hebben jongeren best wel veel zorgen ten opzichte van hun toekomst. Waar maakte u zich vroeger druk om met betrekking tot uw toekomst? Ik weet het eigenlijk niet. Mijn idee was wat ik deed. Was op dat moment mijn toekomst. Bezig zijn op het moment. Je leeft nu. Iedereen leeft op het moment. Nu. En dan moet je niet zitten zeuren over wat verleden is of wat toekomst is. En niet te veel omkijken, want iedereen krijgt rottigheid in zijn leven. Ik kan heel goed begrijpen dat ze daar haar eigen druk over maken. Maar ik vraag mij af, is het leven alleen maar presteren? Want er bestaat toch ook nog iets anders in het leven als alleen maar presteren? Niet zo vaak omkijken van dit ging fout en dat van hout, nou doe ik het maar niet. Nee, gewoon doorgaan. Je kan het. En altijd tegen jezelf stiekem zeggen, ik kan het, ik kan het, ik kan het. Ook al kan je het niet. Haal niet te veel hooi op je vork.
probeer evenwicht te krijgen in je leven. Ik wil jullie meegeven van je zit in een studie, je zit in een groep. Kijk naar elkaar om. Zorg voor elkaar. Bemoedig elkaar. Praat met elkaar. Geniet van het leven en van alles wat hier om, wat er op deze aarde, want dat mag. Want dat heeft God ons ook gegeven, dat je mag genieten van hetgeen wat hier op de aarde is. Maar in voorspoed dankbaar zijn en in tegenspoed geduldig. Verlies niet de hoop. Blijf contact houden met vrienden en bekenden. Zoek het licht en kijk naar het licht. En leef ernaar. Leven, licht en liefde. En houd moed. Wees moedig, wees geduldig en hou vol.